Welkom. We gaan vandaag bezig houden met ecologie. En ecologie is het hoogste organisatieniveau in de biologie dat je kan aantreffen. Het laagste is als we kijken naar moleculen, bijvoorbeeld hoe maak je DNA? Of hoe wordt DNA omgezet in eiwitten? Ja. Al die tussenliggende organisatieniveaus die zijn dus lager dan als we kijken naar een ecosysteem. Een ecosysteem, kijk, een ecoloog die dus aan ecologie doet, hoe verschillende factoren elkaar beïnvloeden en hoe die factoren de levende natuur beïnvloeden. We kunnen in die ecologie kunnen we biotische en abiotische factoren onderscheiden. En biotische, die leven, ja, zouden bijvoorbeeld ziektes of soortgenoten kunnen zijn, die beïnvloeden ja, het voorkomen of het functioneren van andere soortgenoten. Abiotische, dat zijn factoren die uit de niet-levende natuur komen. Temperatuur, pH, waterbeschikbaarheid, maar er zijn natuurlijk veel meer te noemen. Als we nou gaan kijken, als we een van zo'n factor, bijvoorbeeld, ik heb maar één gepakt, temperatuur, gaan uitzetten tegen hoe goed een soort het doet, dan zou je kunnen kijken, oké, ik ga op verschillende plekken kijken, bij verschillende temperaturen, hoe goed deze soort A het doet bij verschillende temperaturen. En hoe goed het doet, dat koppel ik aan hoeveel van die individuen ik daar zie. En dan zie je een soort belcurve, noem je dat, een normaalverdeling, noemen de wiskundigen dat. En die normaalverdeling, ja, die is gespiegeld rond deze stippenlijn. En die stippenlijn is optimum temperatuur in dit geval. Maar die, als die factor verandert, dan verandert dus dat optimum ook. Dat kan een optimum temperatuur zijn, dat kan een optimum pH zijn, ja, wat dan ook. Dus hier vind je, bij deze temperatuur vind je de meeste aantal individuen en dat zakt zo af naarmate je verder van die temperatuur afgaat. Dit is een minimum temperatuur en een maximum temperatuur. Het maximum en het optimum wordt vaak met elkaar verwisseld. Ja, want het maximum temperatuur is niet de temperatuur waar hij het beste doet. Nee, het is de temperatuur waar hij het nog net kan functioneren. Wat je vaak ziet is dat soorten alleen hier rond dat optimum kunnen, niet alleen kunnen overleven, maar ook kunnen voortplanten. Ja, dat hele gebeuren. En hoe verder je hier vandaan komt, des te minder goed functioneren ze. Dus gaat het voortplantingsniveau omlaag. En hier bij die uiteinden zal je zien dat ze alleen maar kunnen overleven en niet meer kunnen voortplanten. Stel je voor, we pakken een organisme wat het hier bij deze temperatuur heel goed doet, dan zou het zomaar kunnen zijn dat als we die introduceren in een nieuwe omgeving, dat die, zoals wij dat noemen, een J-curve, ja, zo groeit volgens een J-curve. Eerst is het nog niets, dan zet je dat organisme daarin, dan groeit die volgens de J-curve, want bijvoorbeeld een aantal van die factoren, abiotisch of biotisch, die zijn optimaal. Groeit je dus exponentieel, zeggen wiskundigen. Echter, vaak blijkt dat we dan niet lang genoeg hebben gekeken. Ja, zo'n exponentiële grafiek die gaat vaak over in een, het is het logaritmische groei, of een logistische groei, sorry. En dat betekent dat die in eerste instantie exponentieel is, totdat die stippenlijn, en daarna wordt die minder exponentieel en buigt die steeds verder af. En gaat die horizontaal lopen, of gaat die vaak een beetje een sinusoïde, wordt het rondom de draagkracht. En dat betekent dat er allerlei factoren, die kunnen ook weer abiotisch of biotisch zijn, dat organisme of die populatie in de weg zit, omdat die niet nog groter kan groeien. En voedselbeschikbaarheid is natuurlijk een heel goed voorbeeld. En je zou dit als voorbeeld kunnen noemen van konijnen in Australië. Dat ken je misschien, dat fenomeen, heel veel konijnen. Maar op een gegeven moment wordt die ook toch weer horizontaal, dan is er gewoon te weinig voedsel beschikbaar. Die soorten, die organismen, die leven natuurlijk niet alleen. Die leven met soortgenoten, maar ook die soortgenoten in populaties. Of als we naar een hele soort kijken, dan komen die natuurlijk voor, zoals de ecoloog ook weet, met andere soorten organismen en weer met de niet-levende natuur. Wat blijkt nou zo te zijn, dat iedere soort is onderdeel van een voedselketen. En die voedselketen, die begint altijd met een producent. En die producent is 99,9% is dat een plant. En in die andere gevallen is het een bacterie. Maar het zijn altijd autotrofe organismen. Die kunnen dus zelf voor hun suiker zorgen. Zij leggen zonne-energie vast in de vorm van biomassa. En die worden gegeten. En die worden gegeten in dit geval door een consument van de eerste orde. Omdat de eerste orde, hij is het eerste hierboven. Dit is dus een herbivore. Dat is in mijn geval een rups, maar het kan net zo goed een koe zijn die gras eet. Dus die producent die wordt gegeten door een consument van de eerste orde. Let goed op dat die pijl dus met de stroom meegaat. En die consument van de eerste orde, die wordt weer gegeten door een consument van de tweede orde. En dan hebben we een voedselketen. Een voedselketen bestaat uit drie trofische niveaus. Eerste, tweede en derde trofische niveau. En een trofisch niveau is dus zeg maar een stap in die voedselketen.
In het echt, in de echte wereld, ziet het natuurlijk nooit zo simpel in, zit het nooit zo simpel in elkaar. Deze rups die kan door een andere vogel nog gegeten worden, die weer door een kat wordt gegeten. Ja, mijn tekenkunsten zijn niet zo goed. En die kat zou dan een consument van de derde orde zijn. Maar die voedselketens zijn toch een goede basis. Als ik dit nou op een andere manier ga uitbeelden, in de vorm van balletjes, en het balletje dat registreert de energieinhoud, dan kan je je voorstellen dat een bepaalde hoeveelheid van een producent, een plantaardig organisme, is dus autotroof, niet vergeten. Die wordt gegeten door een consument van de eerste orde. Wat blijkt nou zo te zijn, is dat als dit 100 joule wordt gegeten door het organisme daarboven, consument van de eerste orde, als het gras is dat de koe, komt er maar 10%, dus 10 joule, aan meer koe bij. En dat is heel jammer natuurlijk, want het zou mooi zijn als deze blokjes van gelijk grootte zouden zijn. Het zou voor ons onvoordelig zijn, want dan zou ieder taartje van 100 gram, zou direct ook 100 gram erbij zijn. Dat is gelukkig niet het geval. Maar op het moment dat wij vlees willen kweken, van koeien of varkens of kippen, dan zou het handig zijn dat de hoeveelheid producenten direct ook meer consumenten van de eerste orde zou betekenen. Nou, dat is echter niet het geval. Er zijn vele verliesposten. 90% mag je als vuistregel stellen. Een deel van die consument, die wordt weer gewoon uitgepoept, gaat onverteerd, zo door het maag-darmkanaal, wordt niets mee gedaan. En dat is natuurlijk dat is zonde, maar het heeft ook weer zijn eigen doel. Maar dat zorgt er wel voor dat dit balletje kleiner wordt. En aan de andere kant, die koe, of in dit geval die rups, die heeft natuurlijk ook zelf energie nodig, in de vorm van verbranding, hier in zijn mitochondriën, om zijn eigen levensenergie te onderhouden. Dus een deel van wat hij eet, dat komt niet als koe, wordt niet zichtbaar als koe, dat verbrandt hij direct en dat is dan weg. In natuurkunde weten we dat energie is nooit weg, maar het gaat hier uit ons systeem. Dus van zoveel producent houden we maar zoveel koe over. En die koe die wordt weer gegeten door ons. En ook wij kunnen daar, hebben diezelfde verliesposten weer. Wat je ziet is dat zo'n piramide van energie is daadwerkelijk een mooie piramide. Maar die piramide is nooit veel langer dan 5-6 blokjes. En daarna houdt het op, omdat daarna de energie op is. Ja, die is er niet meer, die zit niet meer in ons systeem. Want alle energie die uiteindelijk gegeten wordt, die moet eerst worden vastgelegd door een autotroof organisme. Zonder energie wordt biomassa. Dit is even een introductie in ecologie. Er komen meer filmpjes. Het is een van mijn favoriete onderwerpen. Maar het is zeer complex. En de vragen in het eindexamen zijn ook regelmatig erg talig. Dus het lijkt misschien op het oog niet zo moeilijk te zijn, maar het blijkt toch wel redelijk complex te zijn. Goed. Veel succes en tot de volgende keer.